super koud. Samen kunnen we vliegen, hoger en hoger, over de grenzen die we zelf verzonnen. Steeds verder en verder, hoger en hoger, en we zijn nog maar net begonnen. Hoi, welkom bij Vlieg mee met Fion. Het programma waarin je alles mag vragen over het orkest Fion. En dat hebben we geweten. Kerem had wel een heel bijzondere vraag, namelijk... Hoeveel water past er in een tuba? En helaas is er maar één manier om daarachter te komen. Maar hoe zit het eigenlijk met de trompet? Oh! Hier komen! Vijf plus vijf is... 20! Inderdaad, 20 liter water past erin de tuba. En in een trompet? Maar een halve liter. Hoe zit dat eigenlijk? Daar gaan we achter komen. Op naar het orkest. Op naar Fion. Vertel eens, wat hebben jullie nou eigenlijk gedaan? We hebben die tuba in het water gegooid. De tuba in het water gegooid? En waarom dan? We wouden weten hoeveel water er in een tuba past. Zal ik je een beetje uitleggen hoe dat dan werkt? Tuba is eigenlijk het grootste koperinstrument van alle koperinstrumenten. En het is groot omdat het heel veel lengte heeft. Als je al deze buizen uit elkaar zou rollen en op één lijn zou liggen, heb je misschien wel 5 tot 6 meter buis. En daarom past er zoveel in die tuba. Dus lucht of water, wat jullie geprobeerd hebben. Dan vangen we dus die trillingen, die vangen we op in het mondstuk. En doordat die trillingen van die lucht, gaat dat door de lengte van het instrument, gaat dat zo door de beker, dit noemen we de beker, daardoor ontstaat de klank. En hoe langer de lengte is, hoe lager we kunnen. En trompet, die is korter. En daarom kunnen wij veel hoger met een trompet. En zo heb je in een orkest allemaal verschillende instrumenten die allemaal anders klinken. Je hebt instrumenten die hoog klinken en je hebt instrumenten die laag klinken. En ze kunnen ook allemaal tegelijk spelen. Dames en heren, Tchaikovsky! Dus nu weet je dat koperblaasinstrumenten bestaan uit allemaal korte buisjes aan elkaar en samen maken ze één lange buis. We hebben een hoorn, een trombone, een tuba en een trompet. Ik hoor jullie denken, maar kan ik dit zelf nou maken? Ja, natuurlijk, het enige wat je nodig hebt is een buis. In dit geval een tuinslang en ik heb mijn eigen hoorn gemaakt, die klinkt zo. Maar je kan ook een trombone maken met 2 stukjes PVC-buis in elkaar en dat klinkt zo. Cool. In de instructievideo leggen we jullie uit hoe je met allerlei verschillende materialen nog meer instrumenten en beats kunt maken. Doei! Had je de trompet nou gelaten?
Hey, en weten jullie wat Fion is? Nee. En wat als ik jullie nou vertel dat dat orkest hier speciaal voor jullie om de hoek klaar zit om een privéconcert te geven? Cool.